Vanmorgen stond ik op om 9:40. Ik pakte mijn telefoon. Ik zag dat het 9:40 was en ik dacht van kut. Want ik had les van 9:00 tot 11:15. Ik doe er 40 minuten over om naar mijn unief te fietsen. Wat dus zou betekenen dat ik maar 15 minuten les kon volgen. Dus uiteraard ben ik gewoon niet gegaan. Ja, ik was mijn wekker vergeten te zetten. Als je geen les gaat volgen, ga je dan natuurlijk een beetje scrollen op YouTube. Je weet wel. En dan kwam ik een eigenaardige video tegen. De mooiste chick van het web. Die een heel rare thumbnail heeft. Hey schatje. Deze meisjes denken ook zo van... Wacht, hoe oud is dit? 11 jaar geleden. Jesus Christ. 7 juni 2012. We hebben hier dus de titel Mooiste chick van het web in zo'n mooi cursief. Maar daarvoor gebruikt ze een computerfont. Waar ik hier consistent ben. Hij heeft geen vrienden. Die gast is bejaard. En er staat niks van internet. Je standaard, de leerkracht weet niet zo goed hoe jij met technologie moet omgaan. Deze guy zit gewoon ook te chillen op zijn telefoon. Ik ken hem via Party Crash. Party Crash? Party Crash klinkt echt zoals een website waar dan je zo blunders van fucking feesten op uploadt. Ha, Party Crash. Dat is die site met al die lekkere jongens. Misschien moeten we dit veranderen in een try not to cringe. Maar deze guy is nog altijd een fucking legend, man. Hij zit gewoon op zijn telefoon tegen de paal. Waarom is dit muziek alsof het D-Day 3.0 is, man? Ze zeggen dat dit de mooiste tijd van mijn leven had moeten zijn. Nee, man. Uw middelbare schooltijd is een van de kutste tijden die je hebt. Uw studententijd is nice. Zij is echt een gevaar in het verkeer, man. Ze doet haar trui op terwijl dat ze op de fiets zit. Als er een auto passeert, bam, je leven is gelijk weg. Oké, Kim is home. Now she's gonna make a profile on partycrash.com. Is dat eigenlijk een echte website? Ik ga dat een keer opzoeken. Hulp nodig bij je komend feestje? Ja, uiteraard. Kim, no, don't. Het is luid aan, manie. Eet graag McDo. What the fuck, waarom ziet deze guy eruit als een crackaddict, man? Roy is van Utrecht, hij is 19. Wat een kutprofiel eigenlijk. XXX. Hey, moppie, ben. Wie de fuck stuurt er zo? Kim? Kan ik het weer overschrijven? Doe dat een keer fucking zelf, luie bitch. Van Party Crush. Zien! Stel dat ik op Tinder zit of zo en ik heb een date geregeld. En die zeggen plots gezamenlijk zien naar mij. Ik zou gewoon keihard weglopen, man. Je hebt toch wel cam. Dit is echt zo slecht geacteerd. Lach eens naar me. Wacht. Ze doet hier alsof ze een deur op slot doen, maar er is geen slot te zien. Hoe mogen de deuren hier op slot doen? Boom, je lijkt wel gezellig. Dit is zo fucking slecht geacteerd. Die kinderen die komen ineens binnen. Ze zijn een tikkertje aan het spelen. En dan zegt dit kind opeens... Oh, je lijkt wel een prinses. Naar boven omkleden. Kutwijf. Oh... Ik mag niet naar buiten omdat ik een sletterige outfit aan heb. Maar dat vond mijn moeder niks. Als ik vader was van een 13, 14, 15 jaar oudig kind en die had een sletterige outfit aan, tuurlijk dat ik die niet naar buiten had gelaten. Dat is toch logisch? Roy in de house. Niet huilen, schatje. Oh, ik ga hier dood van, man. Wat vind je van mijn stem? You actually sound like a crack addict, mate. Ik verlang naar je, chickie. Ik zou me heel aangevallen voelen, hoor, als iemand dat tegen mij zou zeggen. Ja, om 3:00 bij de brug. Bij de brug. Hoe moet je weten welke brug dat is? Blackberry. Zo weet je echt dat het 2012 is, man. Zo ziet de crack addict er dus in het echt uit. Ik zag niet dat hij het eigenlijk allemaal niet meende. Deze guy is gewoon een dikke scammer, man. Is echt een crack addict, hè, man. Daar heb je geld voor nodig, dat weet iedereen. Of je kunt ook gewoon geen crack of sigaretten kopen. Dat is ook een oplossing. Ja, ik ga mooi niet voor een baas werken. Zonde van mijn tijd, man. Dat is echt zo de mentaliteit van criminelen. Ik ga niet voor een baas werken, maar ik ga wel 30 jaar in de gevangenis gaan zitten. Woehoe. Je kan zeggen, je gebruikt ze. Ze zijn toch dom? Wat een redenering, man. Domme chickies doen domme dingen. En daarom moet ik ze exploiten. Gewoon omdat ze dom zijn. Eigenlijk, als ik erover nadenk, wat een fucking fascist, man. Die had Roy op zijn bek moeten slaan en hem moeten aanklagen voor verspreiding van CP. Wow, je was geweldig. Sorry dat je de liefdesverklaringen gemist hebt. Ja, ik heb de liefdesverklaring inderdaad gemist, Tuk. Ja, man. Ik moest een beetje temmen, weet je wel. Zit ze weer. Oh, je doet me pijn. Had ze maar wagen moeten blijven, man.
man. Ja, had ze maar maagd moeten blijven, man. Ik ga in de bak vliegen voor mededaderschap aan pooierschap. Ja, ik heb wel wat spaargeld. Dit is gewoon de vrouwelijke versie van een simp, man. Kun jij voor mij een tatoeage willen zetten? Dat je echt van mij bent. Zitten wij in een motorclub of zo? Een motorclub waar dan vrouwenproperty zijn? Royce Angels of zo? Je moet maar niet meer met me omgaan, oké? Okay? Het is veel te gevaarlijk voor je. Hij is een dikke pooier, man. Oké, ik heb de onderafdeling gevonden. Seksuele uitbuiting van minderjarigen met oog op prostitutie. Dit misdrijf wordt bestraft met opsluiting van 10 tot 15 jaar en met een geldboete van 500 tot 50.000 euro. Enjoy your fucking sentence, man. Ik had al veel eerder moeten snappen dat hij niet van me hield. De eerste keer natuurlijk al, toen hij vroeg of ik het met zijn vriend wilde doen. Of daarvoor gewoon. 5 uur nieuwe klant, don't be late. Dit is gewoon letterlijk bewijs dat hij doorstuurt, hè. Bewijs. Check dat gezicht, man. Dat is wel heel evil, eigenlijk. Ze is op hakken aan het weglopen en Roy kan haar niet inhalen. Oké, dat betekent dus dat Roy echt een fucking idioot is, echt waar. Ja, goodbye, crack addict. En zo eindigt het. Nienke Laporte, ik vind uw concept echt... Als je een of andere preventievideo wil maken om sexting, pooierschap of iets in die geest aan te kaarten, doe het dan realistisch.